Indien je de computer correct hebt aangesloten op de beamer en gekozen hebt voor de correcte input, maar nog steeds geen beeld hebt, dan gaan we nog enkele aanpassingen moeten doen op onze computer. Hiervoor maken we gebruik van de Fn-toets. Deze vinden we terug links onderaan op het toetsenbord van onze laptop. We gaan hierbij ook gebruik maken van een van de functietoetsen die bovenaan op ons toetsenbord terug te vinden zijn. In mijn geval is dit de F8-knop. Maar op jouw computer kan het ook zijn dat er F2, F4, F5, F6 of een andere F-knop gebruikt wordt. Ik druk deze toetsencombinatie in en krijg dit beeld. Hierbij kan ik nu gaan kiezen wat er moet geprojecteerd worden. Voorlopig staat er aangegeven alleen op computer. Dit betekent dus dat er niets wordt geprojecteerd via de aangesloten beamer. Via dupliceren kies ik ervoor om het beeld van mijn laptop te gaan projecteren op mijn beamer en dus dat ik twee keer hetzelfde beeld heb. Als ik kies voor uitbreiden, dan ga ik eigenlijk mijn huidige bureaublad gaan uitbreiden via mijn beamer en wordt mijn bureaublad eigenlijk twee keer zo groot. Als laatste optie is er alleen op projector. Hierbij ga je dus jouw beeld van jouw laptop gaan projecteren, maar zal je het niet zien op het scherm van de laptop. Het is in de meeste gevallen aan te raden om te kiezen voor dupliceren. Het grote voordeel hierbij is dat je jouw beeld op jouw laptop ziet en dat de kijkers kunnen kijken via de beamer. Je klikt het aan en ons beeld wordt geprojecteerd via de beamer, maar is ook te zien op ons scherm.